Bijna elk schilderij van Rembrandt heeft een andere functie. Afgezien van de portretten natuurlijk. De functie van dit schilderij is een studie van hoe je iemand van achteren, schuin van achteren belicht weergeeft. En dan is het moeilijkste om hier de grens tussen dat licht en schaduw goed weer te geven. Je ziet dan in dezelfde tijd dat hij dat ook gaat gebruiken in een van zijn historische stukken waar hij langs dan heeft gewerkt, de Judas. Het heeft me altijd verbaasd, en ik heb het pas sinds kort begrepen, dat hij nog een keer zo'n schilderijtje maakt. Zou dat weer een studie zijn? Het verschil is dat hij hier heel mooi gekleed is met een glanzend buisje, een mooie kanten kraag. Het schilderij is gesigneerd, dat schilderij is niet gesigneerd. En mijn hypothese is dat dit gemaakt is voor een kunstliefhebber die zijn portret wou hebben. En kunstliefhebbers wouden weten en laten zien hoe de kunstenaar die ze bewonderden eruit zag. En dat die op een manier belicht is die ze heel bijzonder vonden in de ontwikkeling van de jonge Rembrandt.